Neymar flashback is uit. Een flashback naar toen hij nog wel kon voetballen. Weten jullie trouwens nog die ene keer toen Enzo Knol Neymar liet schrikken? Nee, geintje natuurlijk. Neymar, ik weet niet. Ik ben altijd wel fan van Neymar geweest. Hij is fucking goed. Nu nog steeds vind ik hem gewoon fucking goed als hij wel speelt. Over de afgelopen paar jaar heeft hij niet heel veel potjes gespeeld. Maar dat maakt niet uit. Vandaag gaan we hem testen. En we gaan testen of deze 87 Neymar het waard is. Doe dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je helemaal niks. En laten we gewoon lekker beginnen. Daar staat hij dan in dit team met... Ja, kijk even wie erin zitten, jongens. Wat een fucking ziek team is dit. Gravenberg, Bellingham, het middenveldduo. Maar voor de rest natuurlijk zijn teamgenoten van PSG. En Mbappé, misschien wel de beste speler ter wereld op dit moment. Ik zei in de vorige video dat ik dacht dat Real ging winnen. Maar door deze man heeft PSG gewonnen in de laatste minuut van Real. Die goal was echt niet normaal trouwens van Mbappé. We hebben Lionel Messi, wants to watch. En natuurlijk hebben we Prime R9, die weten we. Die kennen we nog wel. En dan deze verdediging met Lacroix. Future Star. Ja, nou ja, meer kan ik er eigenlijk niet van maken. We gaan hem vandaag op de flank spelen. En we gaan kijken of hij net zulke mooie goals kan scoren als toen in het echt bij Santos. We gaan hem meemaken. Jongens, doe nogmaals even dat blauwe duimpje omhoog. En laten we gewoon lekker van start gaan. Oké, we gaan hem vinden. Hier is hij. Zijn eerste balcontact. En we kunnen even kijken of hij wel kan dribbelen. Nou ja, dat zal hij vast wel kunnen. Maar ik vind het nu al gelijk wel een beetje jammer dat, zeg maar, zijn gameface en zo niet is veranderd. Goed verhaal. Ja. Onze future star Gravenberg aan de bal. Naar R9. Kunnen we Neymar vinden? Ja, die staat daar wel een beetje vrij, hoor. Even kijken. Kunnen we hier wat mee? Oké. Hij is wel snel. Hij is wel heel snel. Oh, Neymar. Woep, woep. Oeh, bijna. Neymar. Oh, hey, ref. Penalty, man. Was hands. Neymar. Die moet even in de replay. Misschien zagen jullie het niet, want het ging best snel. Maar hier komt hij even nog een keer. Ja, leuk. Leuk, hè? Ja. Sowieso. Neymar verdedigt ook mee. Dan kan hij gelijk rennen. I'm fast as fuck, boy. Kan hij naar binnen? Er ligt niet heel veel ruimte hier. Kunnen we wel iets proberen. Leek een beetje op dit. Neymar. Woep! Oh, nee! Oh, wat een mooie goal is dat geweest, zeg. Helaas. Neymar, kom op. Heerlijk. Oh, wat heerlijk. Nee, schiet, bro. Kutzooi. Het staat in de tussentijd 2-2. Er is echt eigenlijk niet zo gek veel gebeurd. Of er gebeurt niet zoveel bijzonders. Zeg maar, de goal die scoorde, niet door Neymar of zo. De goal die hij scoorde, ja, goede goals op zich. Alleen, deze video draait om Neymar. Dus ja. Alleen, ik mag deze wel even verdedigen. Voordat hij alsnog scoort. Zie je het wel weer gebeuren eigenlijk. Nou, een gelijkspel heb je ook geen kut aan. We hebben ook niet echt goed gezien hoe Neymar is. Dus ik ga lekker nog een potje spelen. Oké, als volgende potje tegen dit team. Zo. Hele team of die achterhoede. En Rudiger. Daar is niet zo fijn, moet ik zeggen. Ik heb wel eens tegen slechtere teams gespeeld. Neymar. Oh! Minuut 1, 3, 5. Tweede minuut eigenlijk. Neymar met een heerlijke finesse. Niet eens green. Maar deze finesse was abnormaal. 85 shooting heeft hij. Dat is volgens mij plus 2 dan wat op zijn base card staat. Dus ja, blijkbaar was hij vroeger veel beter in schieten dan dat hij nu is. Ik heb geen idee of dat waar is. Maar in ieder geval, dit was wel een heerlijke finesse.
What the fuck? Dit soort mensen zijn zo raar. Ja, dit is toch raar. Dit slaat nergens op. Nou, ik ga nog één laatste potje en dat is dan wel echt de laatste. Nee, maar met heel veel ruimte. En ik choke hem weer flink. Nog een keer. Nee, ik dacht ik ga doen een skill move recht door hem heen, maar dat werkt ook niet helemaal. Het gaat best wel stroefjes, jongens. Het ligt niet aan Neymar, het ligt meer aan mezelf. Maar, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden over Neymar qua hoe hij speelt. Hij is heel snel, kan snel dribbelen. Is wel redelijk slap, wordt snel van de bal gezet. En ik word hier helemaal doodgemaakt. Nice, ja, oké. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Laat ook maar, weet je. Nou, Neymar, die mag je afmaken. Hij is groen. Hij zit niet. Deze zit wel. En er wordt pas laat gevlacht. Wat inhoudt dat we weer niet scoren. En we staan lekker nog steeds 1-0 achter. Oké. Niks en dan ook maar niks met Neymar te maken. Maar hier is Mbappé met ruimte. Misschien kan Neymar aansluiten trouwens. Ja, dat kan die zeker. Oké, hier is hij. Neymar naar Arneuf. Ja, je zou zeggen dat dit een goal moet worden. Prima. Als dit geen buitenspel is, ligt er heel veel ruimte voor onze grote vriend. En Mbappé staat wel heel vrij in het midden, dus die moeten we wel inspelen. Dit is wel echt een heerlijke assist van Neymar. 3-1 voor. En Neymar, die begint zijn draai eindelijk een keertje te vinden. Ik ben even van opstelling geswitcht. Ik heb hem in de spits gezet. En hij voelt zich gelijk wat beter thuis, heb ik het idee. Heeft hij ook zijn weak foot links? Green? Hij heeft dus 4-star weak foot in plaats van 5 natuurlijk op zijn base card. Wat een beetje jammer is, maar... Ja, weet je, 4-star, 5-star maakt bij sommige spelers niet zoveel uit. Bij bijvoorbeeld een Mbappé maakt dat heel veel uit. Die voelt als 2-star, maar bij een... Nou ja, bijvoorbeeld Ronaldo, Cristiano Ronaldo voelt het weer als 5-star. Dus het is een beetje raar. Ik weet niet hoe het dat met Neymar is. Ik heb nog te weinig met zijn linker geschoten. Maar die van net zag er wel oké uit op zich. Hé, hey man. Oh. Oh. Oh, hey, ref, val bro, wat doe je? Wat een actie was dat. Woep. Ja, dit is zeker weten een vrije trap. En natuurlijk is maar één iemand die hier achter de bal kan staan. En dat weten we, dat is Neymar. En die gaat hem natuurlijk ook gewoon de kruising inschieten. Godverdomme nogmaal. Ja jongens, je ziet het. Neymar begint in vorm te raken en gelijk lief met tegenstander. Mijn eerlijke mening over Neymar, hij is volgens mij bijna 300k. Zijn base card is 160k. Ik zal het even uitleggen. Deze is sneller. En qua draaien, ja, voel ik niet zoveel verschil. Schieten weet ik ook niet per se. Deze heeft 4-star weak foot in plaats van 5-star op zijn base card. En natuurlijk, ja, zijn base card is 160k en tradable. Dus ik denk... Dat het niet echt waard is om te doen. Wel leuk om te doen. Maar daarbij wil ik ook zeggen dat deze Neymar beter is op de flank dan de base card. En dat de base card beter is in de as. Dus speel je bijvoorbeeld Neymar op 10 of in de spits. Koop dan gewoon lekker zijn normale kaart. Maar wil je hem op de flank spelen, koop dan deze. Want deze is wel heerlijk om te gebruiken hoor. Jongens, vond je deze video nou vet? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je helemaal niks. Hoop dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.